Wat is het belang van voedselbossen eigenlijk? Ja, voedselbossen kunnen heel veel bijdragen aan de transitie van de landbouw, gezond voedsel, maar ook voor biodiversiteit, voor de natuur. Het kan ook een sociale functie hebben, dat het mensen weer bij elkaar brengt in contact met de natuur, maar met hun eten. En dat ze weer gaan beleven hoe goed het leven op aarde kan zijn eigenlijk. Heleen, wat heb je met voedselbossen? 2 jaar geleden is het op mijn pad gekomen en ik was geraakt door de biodiversiteit en ik wilde daar graag meer over weten. Dus ik ben een opleiding gaan doen afgelopen jaar en mijn interesse is gewekt om zelf ook een voedselbos te gaan starten. Nou, ik denk dat het een heel interessant idee is. Daarom ben ik hier vandaag op dit congres. Voedselbossen zijn voor mij een nieuw fenomeen. Maar ik begrijp dat het bossen zijn waar allemaal verschillende vruchtenbomen staan. Die vruchten leveren die mensen kunnen eten. En ik ben echt op zoek voor het beheer van onze parken. Naar een verlaging van de beheerskosten. En een verhoging van de beleving van de parken. En als je voedselbossen, voedselbomen in de parken zou kunnen gaan brengen. En daarmee de beheerkosten omlaag zou kunnen krijgen. Dan krijg je een heel mooi systeem om mensen het park in te krijgen. Omdat ze daar iets kunnen halen wat ze lekker vinden. Namelijk allerlei verschillende soorten vruchten. En welke parken denkt u dan aan? Nou, misschien Schelvorstpark, Beekluspark. We hebben zoveel parken nog. Bij de Gos hebben we ook nog parken liggen waar we naar gaan kijken. Dus Almelo is zo rijk aan parken en aan plekken. Goh, weet je, zo'n voedselbos, dat spreekt me ontzettend aan. De biodiversiteit is enorm. Maar ik dacht, weet je, wat kan je nou met al die planten doen? Het is allemaal eetbaar, maar ja, wat kan je ermee? Dus ik had vooral zoiets van, ik wil graag meer weten over de voedselbereiding. Dus ik ben een kookboek begonnen. En ik ben gaan kijken van, goh, wat kan je nou met al die planten? En dat heb ik verzameld. En daar ben ik onwijs trots op. Hoe is de toestand van de wereld? Laten we het eens even breed trekken. Ja, nou, we hebben de ene crisis na de andere. Hè? Ecologische crisis, klimaatcrisis. Soorten uitsterven, klimaatverandering. Te droog, te nat, te heet. Economische crisis. Al die dingen eigenlijk hangen met elkaar samen. En met hoe wij onze maatschappij vormgeven. En voedsel en landbouw is daar een groot onderdeel van. Weet je, ik ben gewoon heel erg bezig met duurzaam leven. En als je dan gewoon kijkt van wat voor een impact voedsel heeft op ons leven, is dat gewoon heel groot. En om te kijken van hoe kan je dat inperken, is een voedselbos echt een hele goede oplossing voor heel veel problemen. Almelo wordt zelfvoorzienend als ik u hoor. Nou, dat zou heel mooi zijn. Dat zou misschien wel een hele mooie vorm van stadslandbouw kunnen zijn. Dat je dus in de parken gericht moestuinen gaat aanleggen. Die je gezamenlijk met de inwoners gaat exploiteren. Zodat de inwoners daar een kilootje wortels kunnen halen en een kilootje bieten. En hoe mooi zou dat zijn?